ben Danielle, ik ben 24 jaar. Ik werk in het Passantenijs onder een generatieparkcontract. Ik heb mijn middelbaar in Gent gedaan, de laatste jaren. Op kunsthumaniora in Sint-Lucas. Daarna ben ik blijven plakken in Gent. Omdat mijn thuissituatie is nooit echt stabiel geweest. Allee, vanaf mijn 11 jaar was het zo'n beetje op en af. Dus ben ik in Gent gebleven. Dan ben ik naar, heb ik een jaar UNIF geprobeerd. Maar dat is niet zo goed gegaan. Dan ben ik beginnen werken. Allee, ondertussen werkte ik al. Ik ben al vrij vroeg begonnen, zo in de horeca vooral. Daarna ben ik gezondheidstherapeut gaan studeren, ook in Gent. En dan was ik zwanger, dus ben ik naar Dendermonde verhuisd. Ben ik hier ook nog beginnen werken, in het strijkatelier, ook in de horeca. Nooit een vaste job, want als zwangere vrouw is het dan net iets moeilijker. Dan was ik bevallen en als Leo 6 maanden was, heb ik dan deze job gevonden, heb ik direct gesolliciteerd. En als ik aangenomen, had ik gekozen bij 10 mensen of zo geloof ik, om hier te mogen beginnen. En dat was voor mij echt een pak van mijn hart. Dat ik dan eindelijk terug een stabiel leven kon hebben om een gezin op te bouwen, om mijn toekomst op te bouwen. Waardoor dat ik terug kansen zag in de toekomst, die ik daarvoor eigenlijk niet meer had. Ik heb eigenlijk altijd wel het gevoel gehad van dat ik mensen wil helpen. Dan werk ik echt graag. Dat ik het gevoel heb dat ik iemand kan helpen. Maar echt de zorg, dat was eigenlijk nooit aan mij opgekomen. Maar met die sollicitatie hier dan, ik heb dat echt met 2 handen aangenomen. En door hier echt zo met die mensen bezig te zijn, is mij opgevallen dat die zorg mij toch wel ligt. Het echt gevoel van iemand te helpen. Dus ik voel ook dat ik hier nog enorm in aan het groeien ben. En dat ik hier echt nog mee verder zou willen gaan. Ik vind als je geen stabiliteit hebt, dan groei je niet. Dan zit je constant aan het denken van wat kan ik doen, wat dit en nu. Ook voor een gezin is dat toch voor je kinderen op te voeden. Als je denkt, het is zo al moeilijk genoeg. Als je dan nog moet beginnen zoeken van ik moet dit doen, ik moet dat doen. En het is gewoon heel hectisch. Ik weet niet hoe dat ik dat moet uitleggen. Ik weet niet of je je daar iets bij kunt voorstellen. Als deze job wegvalt, dan wat ga ik dan doen? Wat ga ik dan eens met 2 kleine kinderen en ik denk. De meeste mensen onder dit contract zijn tussen 20 en 30 jaar oud. In de zorgsector gaan dat vaak vrouwen zijn. Veel vrouwen gaan ook al kinderen hebben dan. Dus je gaat veel jonge gezinnen gewoon kwetsen eigenlijk echt. Hè? Als je een job gaat afnemen.